Ik vind dat altijd zo schattig als ze dat doet. Ja. Het is ook ietsje later geworden dan de bedoeling was. Oké, misschien een beetje gek dat jullie niks zien, maar goedemorgen! Welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het heel leuk vinden weer om te kijken natuurlijk. En het is vandaag zondag, het is laatste dag van deze week. En ik ga lekker naar een verjaardag dadelijk. Yay! Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is een beetje chaos hier. Ik ben een stukje huishouden aan het doen. Mark is in de tuin bezig. Ik zou de kamer aan het opruimen. En ik voel de stress van alles met verbouwen. En dat dat af moet zijn over 3,5 week. Dus dat is nog even flink haasten. Al wel zo lief. We krijgen vanochtend ontbijt op bed van Sarah. Ik vind dat altijd zo schattig als ze dat doet. Zo lief. Het is allemaal scheef gesneden en alles, maar ze had zo de best gedaan. Ze had banaantjes door de helft en zo neergezet op het bord en stukjes appel gemaakt en kiwi had ze in stukjes en ja, het was in ieder geval echt super 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 schattig. Maar goed, we moeten straks weg, dus ik ben nu even keihard aan de bak. Dus dat was wat vannacht gedraaid, dus ik ben nu even alle vaatstukken naast ontstaan aan het inzetten en even thee zetten, want het is wat laat in de ochtend, maar ik heb nog helemaal geen thee gedronken, maar we zijn bezig geweest. Te leuk, ligt er nog meer in de wasbak. Verstopt. Zo, en we gaan nu naar de verjaardag. En mama rijdt steeds de verkeerde kant een beetje op. Nou, dat is echt Ja, wacht even. Wij zijn weer thuis van een gezellige verjaardag. Het is ook ietsje later geworden dan de bedoeling was. Maar goed, ja. En vandaag liep het sowieso anders dan de bedoeling was. Mark zou een heel stuk van de tuin al doen. Maar we komen niet uit, dus we hebben andere dingen besteld. Die tegels komen als het goed van de week. Maar het is best wel druk de aankomende tijd. Dus nu niet aankomend weekend, maar het weekend daarna zijn we hulp aan het regelen. En dan moet gewoon in één weekend die hele tuin gedaan worden. Dus zijn tegels besteld. Vlonder hebben we wel al binnen. Er moet één stuk schutting, die moet al vervangen worden. Maar dat was nog even heel erg zoeken met de buurman hoe we dat gingen doen. Maar daar zijn we dan nu wel over uit. Dus dat pakken we dan ook maar gelijk mee. Want weet je, om dan één schutting niet te doen, laten we het dan in één keer allemaal doen. Dus we zijn nu hulp voor dat weekend aan het regelen. En dan kunnen die mannen in één keer gewoon in één of twee dagen heel die tuin doen. En dan is het helemaal klaar. En eigenlijk wil ik dan ook andere tuinmeubels. Maar kijk eerst maar even hoe dit gaat. Dus dat ligt stil. Sarah is nu met Marco boven, die los ik zo af. Ik heb de kaart voor de verjaardag natuurlijk geregeld en alles. Maar ze heeft ook de kinderfeestje en die kaarten doen we elke keer op Marco ze zelf tekenen. Dus ik kan de voorkant laten zien. Zo tekent hij. Zo tekent hij ze aan de voorkant. En even kijken, de binnenkant. Even de persoonlijke gegevens eraf. Is dan zo met teksten. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, dat is natuurlijk een hele stapel. Want ik vind als ze ergens naartoe gaan, dan vind ik 5 kindjes of zo mee genoeg. Maar een disco thuis is per kindje minder een uitgave. Dan ben je natuurlijk wat minder geld kwijt en plus een disco met z'n vijven, ja, dat is niet echt een disco.
Dat geeft niet de stemming. Dus dan heeft ze iets meer kinderen. Dus dat zijn best wel veel kaartjes dan. Goed, we hebben de twee voorgaande jaren natuurlijk ook gewoon allemaal kunnen doen. Dus die mag de kaartjes die nog niet af zijn gaan doen. Want dan kan ze ze morgen op school uit gaan delen. Ik heb wel alle enveloppen al klaar liggen, opnamen. Sommige moeten op de post, andere moeten uitgedeeld worden op school. Dat wil ze dan morgen gaan doen. Dus dan moeten we ook echt op tijd op school zijn, op het plein, al voor de deur open gaat. Als dan kinderen al aankomen, dat ze die kaartjes al uit kan delen. Maar dat moet lukken. Ja, Mila is er ook morgenochtend. Dus eventueel kan Mila even helpen heen en weer rennen tussen de kinderen. Ja, en ze heeft te veel kaartjes om het naar binnen mee te geven. Dat gaat niet werken, dus het moet echt wel op plein vooraf. Dus dat moeten we zo nog allemaal voor gaan bereiden. Echt, ik vind het echt leuk, die feestje en verjaardag worden, maar het is zoveel werk. Echt, af en toe denk ik, wat doe ik mezelf aan? Maar anderzijds, ik zou het ook echt niet anders willen. Gewoon echt niet. Goed, ik ga Marco aflossen nu. De tweede helft even helpen Sarah naar bed, dan kan hij aan die kaartjes gaan beginnen. Dan. Dit waren de laatste kaartjes die gedaan moeten worden. Allemaal in enveloppen. De laatste die op de post moeten zitten in de tas van morgen die meegaat. Deze gaan zo in de schooltas. Want die deelt ze morgen uit. Ja, en de rest was al verzonden. En voor de mensen in de buurt, zeg maar, de buurmeisjes met wie speelt, die hadden we al gebracht. We moeten alleen nog naar Denise en Lola en die ligt apart. En dan zijn we klaar. Yay. Nu lekker tijd voor een grote bak popcorn. En Modern Family. Put on pants. Ik hou van deze serie. There you are, my good man. Let's do it. En nu ga ik. Oh, ik ben weer zo donker. Nu ga ik voldaan en op tijd naar mijn bed. Morgen weer school. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje, een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!